هذا ابراهيم واي واي يو اخت مانو واي واي بوسي في بيتاج واي واي اكتي في تاج واي واي نيخيتي في تاج واي واي خين تاج فور واي واي الوي خندور واي واي برايم برايم Jawel, jawel, jawel. Hier zijn we weer. Brahim Vlogs hier, dames en heren. Welkom op onze kanaal. Ik zeg ons omdat ik samen video's maak met mijn broertje Bilal, die het syndroom van Down heeft. En samen gaan we over het algemeen naar bekende mensen en waarbij we over hun succes praten, maar vooral heel veel humor. Helaas is Bilal er vandaag niet bij. En dit is eigenlijk al de zoveelste keer dat hij in quarantaine moet. Want zoals jullie weten, woont hij in een instelling. En zodra iemand verkouden is of wat dan ook, dan moet hij direct in quarantaine. Hij, nou ja, eigenlijk iedereen daar op de woning. Dat is mentaal best wel zwaar voor hem. Dus je moet je voorstellen dat je iedere keer te horen krijgt van dat je in quarantaine moet. Dan moet je in de woning blijven, je kan niet naar buiten, je kan niet gaan werken. En ja, dat is echt heel erg zwaar voor Bilal. En ik merk zelf dat ik ook best wel moeite mee heb, want het is iedere keer krijg je weer of een mail of je wordt gebeld. En dan vraag je weer af van, zal die corona hebben? En als die het heeft, wat kan er misgaan? Want hij is natuurlijk extra kwetsbaar. Ik vind dat best wel lastig. Dat betekent ook dat we dus deze week samen geen video hebben kunnen maken. Omdat ik hem niet kan ophalen, we kunnen samen geen video maken. Dus het is niet alleen maar vervelend voor mij en niet alleen vervelend voor Bilal. Maar dat is ook zeer zeker vervelend voor jullie, want jullie verwachten eigenlijk iedere vrijdagavond een video. Ik hoop dat Bilal slechts alleen verkouden is en dat hij niet positief getest wordt, dus dat hij geen corona heeft. Het is even afwachten wat uit de test naar voren zal komen. En daarnaast hoop ik natuurlijk dat wij weer volgende week een video erop kunnen zetten. Sterker nog, ik beloof jullie dat er een video zal gaan komen. Maar wat ik daarnaast nog even wil aangeven, is volgende week komt de clip uit met Bilal en Dindin en Diesel. Dat is een nummer die wij eerder al hebben gemaakt, daar hebben we een video van gemaakt. Dus kijk nu eventjes mee naar de video die we toen met Dindin en Diesel in de muziekstudio hebben gemaakt. Hoe gezellig het was, hoe tof het was en uiteindelijk hebben we een eindresultaat die ik jullie volgende week zal laten zien. Maar kijk nu eerst eventjes hoe die vlog ging. Hou je een beetje nog van me of niet? Ja. Oké. Je ziet dat Bilal super leuk heeft gedaan. Was natuurlijk super genieten. En hij vindt de muziekstudio helemaal geweldig. Dus iedere week vraagt hij naar de muziekstudio. Volgende week komt de clip, zoals gezegd, komt online. Maar na volgende week, als die clip is geweest, hebben we de making-of. En die moet je gewoon zien. Ik beloof je bij deze, wordt een top video. Nu wil ik ook eventjes kort reageren op de mensen die comments leveren. Ik wil jullie allemaal maar complimenten geven. De positieve feedback wat ik krijg, of comments. Maar ook de feedback, zeg maar, van mensen die niet eens zijn met de dingen die ik eventueel doe met mijn broertje. Wil jij iemand blij maken met een zelf samengestelde groente of fruitmand? Bestel of kom langs bij Valerie. Want echte smaak beleef je. Laten we vooropstellen dat ik jullie begrijp. Ik begrijp waar jullie het over hebben. En zeker de mensen die het hebben over dat het niet toegestaan is vanuit het geloof om naar muziek te luisteren, om muziek te gebruiken, op welke manier dan ook. Dus dat, die kennis bezit ik, dus dat weet ik. Ik maak een overweging om het wel of niet te doen. Dus ik snap dat je het daar niet mee eens bent. Ik kan alleen maar zeggen dat ik soms keuzes maak omdat ik weet dat Bilal dat gewoon super leuk vindt om te doen. Daarnaast wil ik hierbij aangeven dat ik ben echt bij lange na niet perfect. Dus ook ik maak fouten. Maar het is wel allemaal, zeg maar, ik denk er wel over na. Dus wat ik in ieder geval belangrijk vind, is dat als wij liedjes maken of als we in de muziekstudio komen, dat er absoluut niet gescholden wordt. Dat we niet neerbuigend over vrouwen doen. Dat we niemand in discrediet brengen. Dus ik vind het wel belangrijk dat wat er gezongen wordt door Bilal of door de andere artiesten, dat dat gewoon oké is. Daarnaast is
wat ik heb afgesproken thuis, is op het moment dat er iets met mij zal gebeuren of iets met mijn broertje, dan gaan al die video's gaan van YouTube af. Dus het is niet zo dat het altijd zal blijven op YouTube. Dus dat is ook een argument. En drie is, ik vind als je iemand een feedback geeft, dan is dat zeker goed. En voor mij mag je dat ook natuurlijk gewoon openbaar zetten. Maar ik ben een voorstander van dat dat één op één gebeurt. Of stuur een DM, of als je me persoonlijk kent, kom, stap gewoon op me af en geef het even aan. Maar zo openbaar, ja, daar hecht ik iets minder waarde aan. Ik lees het wel, maar ik vind dat je, ja, als jij iemand iets wil meegeven, waar die van kan leren of wat dan ook, doe dat gewoon één op één. Dat wordt alleen maar meer gewaardeerd. En dan heb je ook kans dat iemand er ook sneller iets mee zal doen dan dat het openbaar gebeurt. Daarnaast lees ik ook van mensen van, ik kijk niet meer, of wij kijken niet meer als gezin naar jouw video's omdat je muziek maakt of omdat ik misschien iets doe wat verkeerd is. Uiteraard is dat volledig jouw keuze. Op het moment dat ik tv aanzet, dan bepaal ik waar ik naar kijk. Met andere woorden, op het moment dat je naar mijn video kijkt, je kan als gezin kun je gewoon bepalen van oké, dit is een video wat ik ga bekijken. En dit is een video wat ik niet ga bekijken, omdat dat niet goed is voor mijn gezin. Of ik zie dat als, je staat gewoon niet achter wat ik op dat moment doe. Om te zeggen van, oké, ik ga helemaal niet meer kijken. Ja, vind ik super jammer. En ik denk dat dat niet nodig is, want er zijn zat video's waarin dingen naar voren komen waar je wel degelijk 100% achter staat. Maar uiteraard laat ik die keuze volledig bij jou. Ik hoop hoe dan ook dat jullie me altijd zullen blijven respecteren. Ik respecteer jullie allemaal. En nogmaals, al komen de heftige reacties. Ik geef altijd een nette reactie terug, daar waar het kan. En ik waardeer dat alleen maar. Want dat betekent dat je oprecht begaan bent met ons. En dat het verdient alleen maar positiviteit en alleen maar liefde. Dus nogmaals, ik hoop op jullie begrip. En voor de rest wil ik jullie vragen om massaal te gaan abonneren. We zitten bijna bij de 60.000, dus ik wil echt die 60.000 wil ik echt gaan halen. Daarnaast wil ik jullie vragen om gewoon op TikTok, op Instagram, op Snapchat, om ons te gaan volgen. Want wij hebben daar echt superleuke content. En het zou gewoon jammer zijn als jij dat soort content niet gaat zien. Ik wil jullie allemaal een hele mooie, fijne, prettige, chille, relaxte, gezellige, educatieve, toffe dag toewensen. En zoals we zeggen, wij zijn echte mannen. Wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd positiviteit. Arrivederci. Positiviteit, dat wordt liefde.